Thanks. Arno Lancel, assistent-trainer van FC Lisse, door de schorsing van Robert de Ruiter, hoofdverantwoordelijk vandaag. Hoe machteloos heb jij je gevoeld en hoe machteloos is FC Lisse geweest? Nou ja, ik vind wel dat je heel ver weggaat met machteloos. Ik denk, zo heb ik de wedstrijd niet ervaren. Ik denk als je de eerste 20 minuten bekijkt, denk ik dat we best via goed positiespel tot scoringsmogelijkheden kunnen komen. Alleen in die eindfase, ja, daar ontbreekt het dan even aan. Dan krijg je die goal tegen in een dode spelmoment waar de speler van Excelsior Maassluis de bal vrij kan inkoppen met iemand dan nog op de doellijn. En dan denk ik van ja, dat zijn wel de momenten wat altijd bij Lisse even de deksel op de neus komt. En dan in de rust heb ik ook gezegd, jongens, hou geduld. De kansen krijgen we in de tweede helft. Nou ja, dan krijg je ook weer na een kwartier, 20 minuten, krijg je weer zo'n doodspelmoment. Ja, dan sta je 2-0. Ja, dan wordt het lastig, dat weet je. En dan probeer je er alles aan te doen om de tijd nog te keren. Ga je op 1-1 spelen, krijg je nog wel mogelijkheden. Maar ik denk als je reëel bent en als Excelsior dat uitspeelt, dan kan je ook met 4-5-0 hier weggaan. Nou, oké, het is 2-0 gebleven en het is jammer. Maar we moeten volgende week weer verder naar Kozakkenboos uit. Dat is ook geen makkelijke. Dat is een zware wedstrijd. Het vertrouwen is er met de jongens en we moeten er hard voor werken. En deze moet je snel vergeten. De jongens hebben lekker vrij bij tweede paasdag. En we gaan dinsdag en donderdag gaan we lekker trainen. En dan gaan we naar Kozakkenboos toe werken. Toch nog even terug op die twee hoekschoppen die je dus de kop kosten uiteindelijk. Wie bepaalt normaal gesproken hoe jullie hoekschoppen verdedigen? Nou, dat hebben we altijd van tevoren bespreken we dat. En die eerste, dat die vrij wordt ingekopt, dat hebben we het intern over gehad. Ja, dat zijn gewoon foutjes. Op dit niveau wordt het afgestraft. Maar daar komen we straks nog wel even terug op in de nabespreking. Ja, het zijn wel feiten dat je dit soort spelmomenten kost Lisse wel de 3 punten. Vandaag. 3 punten die je nog heel goed kan gebruiken met het oog op het ontlopen van degradatie. In hoeverre werpt het jullie weer een klein beetje terug? Nou ja, ik weet begon niet wat de andere uitslagen zijn. En dat wil ik ook niet weten. Kijk, er zijn nog 9 potjes te verdelen. Dat zijn 27 punten. En elke wedstrijd die er nu is, dat was het al eigenlijk vandaag, zijn nu nog 9 finales. En er kan van alles nog gebeuren. Je kunt bij wijze van nog kampioen worden. Geintje. Maar ja, kijk, we staan nog wel wat punten voorbij de onderste 4e plaats. En volgende week moeten we daar weer op richten tegen Kozakkenboos. En het zou mooi zijn als je daar een puntje mee kunt nemen. En daar gaan we weer keihard voor werken. Die wedstrijd van volgende week wordt jouw laatste als hoofdverantwoordelijke, want daarna mag je niet. Is dat klaar? Nee. Volgende week hebben we Kozakkenboos. En daarna hebben we Barendrecht nog. En dan heeft Robert de 4 wedstrijden gehad. En dan mag hij daarna, dan moeten we uit tegen AFC, mag hij weer de honneurs waarnemen. Weet dat interim trainers vaak ook hun conduitestaat bijhouden. Want her en der moet je eens bijspringen voor een coach die geschorst wordt. Hoe is jouw staat van dienst? Heb je dat een beetje paraat? Nee. Kijk, het is hoe de situatie is ontstaan nu met Robert. Ja, we dachten eerst 3 maanden. Het is nu 4 wedstrijden. Nee, daar kijk ik niet naar. Als Robert er niet is, dan sta ik er. Dan sta ik er voor de groep en voor de rest. Wat er omheen gebeurt, dat is voor mij niet zo belangrijk. Nu eerst maar eens even bijkomen van dit verlies. Zeker weten. Maar dat komt goed. Dankjewel. Thanks. Goed weer.